Meer Surinamers worden teruggehaald. Het COVID-19 crisismanagement team heeft groen licht gegeven om de volgende groep repatrianten terug te halen naar Suriname. De eerstvolgende repatriatievlucht uit Belém wordt uitgevoerd op woensdag 6 mei 2020. Op deze vlucht zullen ongeveer 56 Surinamers huiswaarts gebracht worden. De dag erna, 7 mei, komen 13 repatrianten uit Guyana terug naar Suriname. Op vrijdag 8 mei komt de tweede repatriatievlucht uit Nederland met aan boord ongeveer 220 Surinamers. Na terugkomst zullen al deze repatrianten voor 14 dagen in quarantaine geplaatst worden in een overheidsfaciliteit. Een ieder die gerepatrieerd wordt geadviseerd de repatriatie- en quarantainedocumenten van het ministerie van Volksgezondheid die ter beschikking zijn op de COVID-19-website eerst in te vullen. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.